kleine, minder rare Dinge. Dat is een raar ding. Minder rare ding. Daarna komt Frank Bretschneider. Frank Bretschneider is een, iemand die eigenlijk een soort van experimentele techno maakt. Dat wordt ook wel microtechno gemaakt, genoemd, omdat hij eigenlijk inzoomt op hele kleine geluidjes, klinks en digitale dingetjes. En hij heeft zijn geluid stuurt op bepaalde grafische vormen in video beelden aan. Dan is er een pauze van ongeveer 20 minuten waarin we alles wat je hier ziet weghalen. En dan spelen Joel Ryan en Evan Parker. Evan Parker is een saxofonist uit Engeland die al 30 jaar bijzonder actief is, ook in de free jazz en in de improvisatiemuziek. En een van de dingen die zijn spel zo bijzonder maakt is dat hij gebruik maakt van circular breathing. Dat betekent dat je eigenlijk de hele tijd door kan blijven spelen en daardoor in staat is om heel repetitieve lijkende patronen te spelen die aan de ene kant heel hectisch kunnen klinken, maar tegelijkertijd ook misschien wel eens meditatief bijna hebben. Joel Ryan is iemand die bij Stijn sterk betrokken is al lange tijd, neemt op saxofoonplaat live op en bewerkt het op allerlei manieren, komt het op een andere sfeer of als tweede en derde stem. En dat is het. Dus dat is het.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.